Ik heb autisme en als ik de eerste keer de titel hoorde van Change of Plans, klonk mij dat niet zo aangenaam in de oren, want verandering van plan of situatie is niet altijd even gemakkelijk. Maar wat dat wel helpt in de voorstelling is dat het de change of plan, dat ik daar controle over heb. Dus dat ik kan zeggen wanneer dat het plan verandert en dat het publiek eigenlijk maar toe te kijken heeft en verrast te zijn. Voor change of plans, voor bepaalde scènes, heb ik een uitgesproken idee, maar het materiaal ontstaat enkel en alleen door de inbreng van Sanne en Oscar en mezelf. En ik voel wel in deze creatie dat de ideeën veel meer ontstaan door te dansen dan er veel over te praten. Dus we gaan niet superveel de hele tijd in ons hoofd de voorstelling verbeelden, maar we zoeken de voorstelling door ze te dansen eigenlijk. Sanne heb ik al sowieso al in een goede band, want wij dansen samen in Platform K. Wat ik leuk vind aan Femke is hoe ze dingen aanpakt op haar manier, meer structuur heeft. En daar zie ik mezelf ook wel in. Ik heb ook veel structuur nodig. Wat ik tof vind aan werken met Oscar is dat zijn fantasie zo gigantisch is en dat je daar ook uit kunt snoepen en intappen en dan kun je gewoon spelen en uiteindelijk merkt je dan van hé, dit is eigenlijk wel tof en kunnen dat zelf gaan gebruiken. Bij de improvisaties word ik geconfronteerd met het feit dat ik bepaalde ideeën heb over wat dans is en hoe ik wil dansen. En Sanne en Oscar die gaan een veel ruimer arsenaal aan bewegingen aanspreken. Ik ga niet zo snel iets theatraal doen en Oscar die doet dat zo. En ik vind dat wel een verrijking. Ik heb een grenzeloze fantasie. En dus daardoor dat ik ook veel meer eigen interpretaties maak, hoe ik het zelf zie. Grenzeloze fantasie zorgt er ook voor dat ik effectief goed in mijn vel voel. Wat dat ook nieuw en verrassend is voor mij, is dat het oké is als ik moe ben en dat we daar kunnen rondwerken. Dat we een manier kunnen vinden waarop dat oké is dat ik moe ben en dat het geen probleem is. Dat is tof, maar ook uitdagend omdat ik snel gewoon ben om dat niet te doen. Er is zeker een verschil. Maar dat ligt niet aan de beperking. Voor mij is elke creatie anders. Er is altijd een dynamiek tussen de hoeveelheid dansers, tussen de dansers die je kiest, de inhoudelijke focus. Dus ik wil geen statement maken door samen te werken met Platform K. Ik wil gewoon ingaan op de uitnodiging van een inclusieve dansgezelschap die vraagt, kan je een choreografie maken met dansers van ons? En op die vraag wil ik ja kunnen zeggen. Mijn obsessie is dans en choreografie en iedereen die daar iets mee te maken heeft, daar wil ik graag mee samenwerken. De noden van Sanne en Oscar, die maken dingen duidelijk die super functioneel zijn voor ons proces. En dat geeft eigenlijk klaarheid en duidelijkheid voor de hele ploeg.